Alô? Top. Ik zie mezelf nog niet, maar het zal wel goed zitten. Ai. Top. Nou, vandaag gaan we beginnen aan een nieuwe playthrough. Legend of Zelda Second Quest. En ik zeg IO, let's go. Zo. Nee, elimination. Eens even zien. Gaan we verder met de Zelda marathon. Voor nee, we noemen hem gewoon even Zelda. Eens even zien. Strip, hè? Zelda. Oké dan. Het is voor mij een eeuwigheid geleden dat ik deze gedaan heb. Dus ik zou het niet alles meer weten. Hopelijk komt het goed. Hoppa. Map in de second quest. Nou ja, dit is de second quest, Peter. In de second quest zit alles op een andere locatie. Zo zul je de dungeons opnieuw moeten zoeken. De dungeons hebben een nieuwe layout. Ik geloof ook een andere volgorde van items. Dus de map die ik gewend was, die doet er niet meer toe. Om mijn Wii op te nemen, ik heb een Dazzle. Ja, level 1. Woehoe. Eens even zien wat dit gaat worden. Goed beginnen is het halve werk, zeggen ze wel eens. Bomma, handig. Ja. Dus ik gebruik wel de software van Pinnacle. En dan pleur ik het op XSplit. De eerste death van velen die gaan komen. Tweede test en ik ben. Hoeveel kamers verder? Twee. En ter vergelijking bij dezelfde marathon playthrough ben ik 13 keer dood gegaan. In totaal. Het gaat niet helemaal best. Maar een beetje vanaf hier slaan. Met sorry, Vicky. Boomerang. Dus dat zit in de eerste dungeon. Dat is nou net een item waar je helemaal niks aan hebt. Tuurlijk, het kan handig zijn, maar
het is geen noodzakelijke item om het spel uit te spelen, dus daar begint het al mee. Stop de tijd. Kom pas. So far so good. We zijn hier een kamertje verder. Vol hartjes. Oh ja, nu. Dit zijn dus monsters die je normaal in de, uit mijn hoofd, vijfde dungeon tegenkomt. Oeh, in de first quest. Dan heb je ook wat meer hartjes. Ik ben echt benieuwd wat dit allemaal gaat brengen. En normaal de laatste dungeon. Het zal geen walk in the park worden. Bomma! Kijk. Shanti is er ook. Hoi Shanti. We hebben Matanja, Peter en Wiki. En Rick. Zo. Oh ja, dat is dus ook in de second quest. Oké, de eerste dungeon is in de vorm van een E. Als het goed is, als ik me goed kan herinneren, vormen de layout van de dungeons vormen samen een woord. Dus dan kunnen we deze playthrough kunnen erachter komen wat dat woord wordt. Why so tedious? Ik had toch graag gewild dat ik iets meer hartjes had dan 3. Oh, ik krijg er niks voor. Duidelijk. Nu. Hier dan misschien. Goed, ik zit vast in de eerste dungeon. Volgens mijn map moet ik gewoon naar boven, maar er is geen deur. Now what, now what? Oh, vertel Wiki. What's up?
Ja, dat is hem. Oké. Dat is vreemd. Ik heb geen sleutel. Dat is ook vreemd. Maar wellicht krijgen we die hier. Weer een stapje verder. Dit is een nare kamer. Een heel nare kamer. Het is rustig in de chat, lieve mensen. Yo, Zerk. Nare kamer. Wat moet ik hierbij doen? Die boemerang hebben wel effect op ze. Zo schijnt. Het kan nog wel even duren voordat we hier voorbij zijn. Gaan we weer. Tactische aanpakken nu. Op afstand blijven, dat is er één. En dan lekker met die dingen proberen te schieten. Nope. Wat een vervelende kamer. Wat nu? Dat is ook een oplossing inderdaad, Leslie.